Meet Francisco van Bentham. With his remarkable talent for designing men's fashion, he became a darling of the international avant-garde soon after graduating from the Arnhem Academy of Art and Design in 1995. In 2002, Francisco van Bentham launched his first menswear collection under his own name. Nowadays, he shows his couture on the international runway. For instance, here in Paris, during Men's Fashion Week. Toen ik 12 was, wist ik het. Ja. Toen ik 12 was, wist ik, ik word modeontwerper. Ik wist helemaal niet dat het kon, want ik had nooit bedacht dat het een beroep was. Maar ik was bezig met kleding en ik wilde gewoon, ik dacht van, nou, dit is wat ik wil doen. Ik heb nooit gekozen voor, ik ga man of vrouw doen. Ik ben mannen gaan doen, omdat het het meest puur is en dat het automatisch gaat. Francisco van Bentham takes the traditional men's wardrobe as his starting point. Within the outline of the classic menswear silhouette, van Bentham shifts proportions and adds altered elements based on male stereotypes. Binnen mode is alles al gedaan. Dat is gewoon zo. Dus het gaat alleen maar over dat jij gewoon de juiste dingen eruit pakt en je eigen verhaal ermee maakt. Want dat is wel belangrijk, want het heeft geen zin om een kopie te maken van iets letterlijk. Je moet er gewoon je eigen verhaal mee vertellen. Dus het gaat veel meer over jouw interpretatie. En dat vind ik dus, ja, dat is gewoon een spel. For this show, van Bentham was partly inspired by pre-revolutionary Russian Vogue. He chose a daring 19th century color palette with references to the decorative dresses of the Tsar and the varied costumes of the Slavic people, adding sophistication in the details. Nou, zo'n show is heel belangrijk, want je laat eigenlijk een soort van beeld zien en je laat eigenlijk ook zien aan zeg maar voornamelijk de pers. Zeker in Parijs zit er eigenlijk alleen maar pers en mensen uit het veld. Dat je overtuigend bent in wat je aan het doen bent. Zeker als je de vierde keer hier presenteert, dan hebben mensen zoiets van, ja, als die nou voor de vierde keer is, dan moet het dus wel wat zijn. Dus de verwachtingen worden ook steeds groter. Hallo? Dag papa. Dankjewel, ik bel je wel zodra het voorbij is. Doeg. Perfect moment. Het is altijd heel raar, maar het is totaal bizar, omdat het maar 10 minuutjes is en je werkt 3 maanden helemaal dood eraan. En het staat totaal niet in verhouding, maar dat is natuurlijk ook wat mode is. Weet je, het gaat echt over die illusie ook. Dat is tenminste wat je presenteert. En daarachter gebeurt van alles wat gewoon eigenlijk helemaal het daglicht nooit ziet. Modest as he may be, van Bentham is steadily becoming a household name in the fashion world. Well aware of the constant scrutiny of the international press, he works extremely hard to keep surprising his audience, as well as himself. Ik heb gekozen van ik wil een eigen label en ik weet wat de lange weg is. Ja, dat het punt dat je gaat verdienen of kan kapitaliseren of wat je hebt ingezet, dat duurt gewoon nog. Dat showtje, dat is gewoon het enige moment waarop je het kan toetsen aan jezelf. En dan ben ik natuurlijk wel blij, daar geniet ik wel van, want dat is wel echt leuk. Als het samenkomt en je hebt het idee van, nou, dit wordt best goed. En ik ben wel trots op deze.